De verfraaiing van het palmentuin gaat over enkele maanden door. Dit zei Clifton Braam, onderdirecteur cultuur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, tijdens een persmoment op het departement. De functionaris geeft aan dat er op dit moment een plan wordt uitgewerkt en de resultaten worden afgewacht. Tuin Palmetuin, de rehabilitatie en verfraaiing is opgenomen in PURP 1, Paramaribo Rehabilitation Program. De rehabilitatie heeft verschillende fasen. Fase 1 hebben we gehad, dat was dus het nagaan van de status van de palmbomen. Dat is dus gebeurd door een consultant hier in Suriname als ook uit het buitenland. De palmen zijn aangepakt geworden, er waren dode palmen, er waren zieke bomen enzovoorts, dat is afgerond. Fase 2 houdt in dat we gaan kijken naar de andere zaken eromheen, maar we moeten nu wachten omdat er een managementplan is opgestuurd naar de UNESCO ter goedkeuring. En vandaar dus dat de werkzaamheden op dit moment voorlopig zijn stopgezet. Het moment dat binnen is, en we verwachten binnen enkele maanden, dat we goedkeuring daarover hebben, dan wordt Palmetuin weer opgepakt. En dan kunnen we ook naar een beter structuur gaan van onderhoud. Braam benadrukt verder dat er gekeken moet worden naar het groter plaatje van het Paramaribo Rehabilitation Project. Hij zei dat een managementautoriteit in het leven geroepen zal worden die alle onderhoud en verfraaiing in de binnenstad zal beheren.